de stoel. Velderhof ontmoet markante personen met een opvallende levensstijl in De Stoel. In dit prachtige duinlandschap, vlakbij Egmond, zijn we op zoek naar Jan Burger, schrijver en componist. De romantische klanken van zijn eigen composities weerklinken dagelijks tussen de duinen. Jan Burger, bijgenaamd de koning der duinen. Als schuchter jongetje zocht Jan zijn toevlucht in de natuur. De duinen werden uiteindelijk zijn thuis. En al meer dan een halve eeuw leeft hij tussen helmgras en zand. De tuin van het kleine huisje waar hij woont met zijn vrouw Wijnanda wordt druk bezocht door vogels, vossen en fazanten. Jan schreef er een boek over. Want met de dieren is in de loop der jaren een vertrouwensband ontstaan. Jochie, kom maar. Kom dan maar, ik zie hem niet. Ja, er zaten er voor een 30, 40 op ons te wachten. Op voer. En de... Die zijn ook... bijna allemaal opgevreten door de vossen. U heeft hier jarenlang alleen gewoond. Ja. En ik kan me voorstellen dat wanneer er elke dag ook dieren op bezoek komen, dat je je niet alleen voelt. Nee. Einsam bin ich nicht alleine, staat er ergens. Maar ik heb me hier nooit alleen gevoeld, ook niet zonder mijn dieren. Maar ik heb van kinds af aan eigenlijk al met dieren te maken gehad. En hier was het een weelde, dat waren mijn vrienden. En dat werd, ja, het werd een vertrouwensband, zo groot. Ja, dat heb ik heel veel plezier aan beleefd. Ik heb ze veel liefde gegeven, maar ik kreeg het ook terug. Ik was zo gelukkig als die dieren op me afkwamen en ze aten uit mijn hand. Hè. Ja, dat was uniek toen. U woont hier in een huisje in de duinen al meer dan 50 jaar? Ja, 52 jaar woon ik hier al. Ja. Is het een bewuste keus geweest om hier in de duinen te komen wonen? Ja, eigenlijk wel. Of dat nou inspiratie was door het verhaal van Pichelmee, dat zou ook nog kunnen. Maar ik heb altijd een verbondenheid gehad met de duinen. Als ik die verhaaltjes van Pichelmee las en ik zag hem daar lopen in de duinen, dan dacht ik... Och, wat is dat mooi, wat is dat heerlijk, wat zou ik dat graag willen. En dat heb ik dus toen ook al getekend hoe ik dat later zou willen. En dan zeiden mensen, ja, maar je moet toch geld verdienen, je moet toch ergens van leven. Ik zei, nou, dan ga ik door de duin naar de zee en dan ga ik sinaasappels verkopen. Want alle mensen hebben dorst en dan heb ik toch geld en dan kan ik lekker in mijn duinhol wonen. Maar is het ook niet een klein beetje een vlucht? Ik bedoel, een hol in de duinen. Als je daar al aan denkt als je jong bent, als jongetje. Dat lijkt me toch niet de meest ideale plek om vrienden te maken. Nee, dat het niet ideaal was zoals ik het me voorstelde. Dat was ook onmogelijk. Want daar zou je niet in kunnen leven. Maar de gedachte, als ik maar in de duinen ben, dat overheerste. U kunt heel veel vertellen in muziek. Dat is eigenlijk uw grote passie. Maar u kunt ook... verbaal bent u heel goed. U kunt ook goed vertellen. Is dat altijd al zo geweest? Nou, ik heb het misschien wel gekund. Maar ik had een hele verlegen structuur. Ik kon moeilijk contact met mensen maken. En dan
vertellen. En ik hield me innerlijk eigenlijk een beetje verborgen. Ik was nog heel jong. Dan namelijk ging ik op mijn vrije middag, als ik een vrije middag had, ging ik met een boek en een sinaasappel en een rolletje pepermunt naar de zee of in de duinen. En dan zat ik daar en dan genoot ik. Dan iedere meeuw en ieder vogeltje, daar genoot ik van. Dan was ik helemaal mezelf. Dan was ik gelukkig. En dat had ik meestal met andere mensen erbij, had ik dat niet. Ja, dan vond ik mezelf. Ik ontdekte het zelf dat ik anders was dan een ander. Eigenlijk klinkt dat heel verdrietig. Ja, dat was het ook. Ja? Ja, dat was het ook. Ik ben wel eenzaam geweest daardoor. Mijn broers die gingen gezellig overal naartoe te dansen. En met vrienden en vriendinnen. En dan hoorde ik daar niet bij. Aan die eenzaamheid kwam 25 jaar geleden een einde. Door de ontmoeting met Wijnanda. Dat was een leerling van mij. Maar het ging verder dan het pianospelen met elkaar. Ik bedoel, er sloeg dan toch een... Ja, we hadden een verbintenis met elkaar. Dat is ongelooflijk. Als jong meisje, als ze een vrije middag had, dan stond het in de hele familie al vast. Oh, zij gaat naar de Nolle. Dan wandelden wij, of we praten, of we speelden. Als ze vrij was, dan was ze bij mij. En dat was heel gewoon, dat hoorde zo. Terwijl het toch een flink leeftijdsverschil is? Ja. Hoeveel? Ja, het scheelde veel te veel. Ik heb tegen haar gezegd, meisje, ik ben te oud voor je. Dat kan niet. Want toen werd het duidelijk dat wij dus zo blij met elkaar waren, dat tot een verbintenis zou kunnen komen. Mm. Hoe oud was u toen? Ja, toen was ik al denk ik 50. Mm. En ik zei, dat kan niet hoor. Ik zei, dan komt er straks een leuke jongen met een zwarte krullenbol en mooie bruine ogen. Ik zei, dan moet je niet met zo'n oude vent zitten. Dat kan niet, dat is niet goed. Maar zij wist het heel zeker. Want ik krijg wel de schuld, maar zij heeft het beslist. Wat er ook gebeurt, ik wil heel erg graag bij je blijven. Altijd. En dat is nu na 25 jaar huwelijk is dat nog zo. Ze verzekert me iedere keer, ik zou je voor niemand ter wereld willen ruilen. Nou, dan denk ik, het is toch goed geweest. Mm-hmm. En toen heb ik er gezegd, ik zeg nou, als je nou, want dat denk je nu. Als je nu op een latere leeftijd iemand ontmoet waar je helemaal bij hoort, waar je gelukkiger mee bent dan met mij. Ik zeg, want als ik ouder word, dan komen er moeilijkheden. Dat is bijna altijd zo. En ik zeg, als dat moment komt, dan zal ik je helpen waar ik kan. Dan zal ik jullie gelukkig maken. Alles wat ik kan en wat ik heb, dat staat dan voor jouw geluk klaar. En nou, maar dat moment is nooit gekomen. Het is wel onbaatzuchtige liefde, hè, waar u het nu over heeft. Ja. Dus alles geven en over hebben voor de ander. Ja, ja. Hm. Dat was het wel. Vond u het niet moeilijk in het begin om te wennen aan de stilte? Nee. Nee? Gelijk heerlijk. En ja, ik vind het nog steeds heerlijk. Zelfs als ik hier alleen zou moeten wonen, zou ik het doen. Het is een rijkdom om zo heerlijk geïsoleerd te mogen wonen. Het is heerlijk. Hm. Het is ook, lijkt mij heel moeilijk om 24 uur per dag bijna met één en dezelfde persoon op te moeten schieten. Ja, nou, wacht, we redden het aardig. Al zo'n bijna 25 jaar, dus het gaat wel goed. Ja? Wat is het geheim volgens u? Ik denk een soort gelijke afstemming. Dat het belangrijkste is. Dat je een soort geestelijke afstemming, dat is het belangrijkste. Zielsverwantschap? Dan, ja, zielsverwantschap. En dan maakt leeftijd blijkbaar niet uit. In het begin gaf het wel veel problemen met andere mensen die het niet begrijpen, maar... Nee,
voor ons is het geen punt geweest. Maar heeft u in het begin wel commentaar gekregen? Ja, we hebben problemen gehad. Van familie en zo, die zeiden, wat doe je nu? Ja. Ja. Want u was heel jong toen? Ik was heel jong. Ja, hoe het jong? Was wel te begrijpen, heel jong. Ja. Ja. Het was wel te begrijpen hoor, natuurlijk. Het is niet alledaags dat mensen met zo'n leeftijdsverschil het zo goed kunnen hebben. En ik was ook heel jong, waardoor je kunt denken van ja, zo'n kind weet nog niet wat ze wil. Hè? Maar ik wist het wel. Voor mijn gevoel was ik heel, heel zeker en heel duidelijk. En ik dacht, ik moet het proberen, want als ik het niet probeer, dan mis ik misschien iets waar ik mijn hele leven later lang dan spijt van zal hebben. En nou, ik heb tot nu toe steeds het gevoel dat het goed is, wat ik gedaan heb. U heeft heel lang heel veel piano gespeeld, hè? Afgezien van het componeren. Ja. Speelt u nu nog piano? Nee, ik heb sinds enige jaren, al heel veel jaren achteraf, want ik heb de laatste tijd dat ik nog wel speelde, had ik ook altijd al pijn in mijn polsen. Als ik mijn vingers strekte, ik wilde een akkoord pakken of ik wilde iets vlug doen, dan werd dat geremd. En toen heeft mijn huisdokter, die heeft me naar het ziekenhuis gestuurd. Hij zegt, jongen, laat me foto's nemen, want er markeert vast iets aan. En toen kwam de mededeling, u heeft ernstige artrose in beide voeten en beide handen. En daar is niets aan te doen, zei hij. Hij zegt, je mag 6 pijnstillers per dag nemen. Dat is het enige wat ik voor je kan doen. Dat moet heel erg zijn voor je. Voor een pianist, ja. Voor een muziekman. Ja, ik heb het over moeten geven dat ik niet meer voor mensen kon spelen. Maar ik heb gelukkig een vrouw die zeer begaafd is en alles kan spelen wat ik schrijf. Dus zij is eigenlijk uw handen? Ja, inderdaad. Zingt u nooit? Zingt u nooit? Jan? Jan? Ja, ik heb veel gezongen als ik erg blij was, maar ik had een zodanig goede stem dat een rijke man uit mijn kleine dorpje zei, jongen, jij mag zanger worden. Ik had op zijn bruiloft gezongen. Hij zei, en ik zal het betalen. Hij wist dat mijn vader en moeder dat niet konden doen. Ik vloog naar huis. Moe, ik mag zanger worden. Maarten zal het betalen. Het halve dorp was van hem. Mijn moeder zei, ja Jan, van mij mag je. Ik weet niet of je vader dat wel wil. Mijn vader zei, muziek, dat is geen vak. Er is geen brood in te verdienen. Zorg me dat je een vak leert waar je je brood in verdient. Dat was het antwoord. Wat zonde, hè. Zo jong had ik die weg kunnen gaan. Dan heb ik heel lang moeten wachten tot het uiteindelijk, dat ik zelf wat verdiende en toen kon ik. Maar toen was die akelige oorlog ertussen gekomen, de bezetting. Toen was er niets meer mogelijk. Kon u niet goed opschieten met uw vader? Ja, hij was een zo ander mens. Hij kon zich mijn wereld niet indenken. Ik neem het hem niet kwalijk. Want ik begrijp hem helemaal. Maar u was toch een beetje... We hadden zo'n afstand. We waren doodsbang van hem als kinderen. Doodsbang. En dat is erg jammer, hè? Want dan mis je iemand die je grootste vriend kan zijn. En dat is dan eigenlijk... is het je vijand. En hij bedoelde het allemaal heel erg goed, hoor. Hij was even goed. Op zijn manier deed hij erg zijn best, maar hij had bepaalde dingen niet. Daar kon hij niks aan doen. Ik was op een avond, er waren allemaal mensen bij elkaar. Was op een orgelconcert en die hadden mijn vader goed gekend. Ze zei, jouw vader was zo'n bijzondere kerel. Ik ben met hem
bij een boer op het erf gekomen. Er was een hond, nou als een duivel. Iedereen was doodbang voor die hond. Je vader liep zo op hem af en die hond die kroop zo in zijn schulp. Zo'n bijzondere, sterke wil en natuur en kracht ging er van hem uit. En toen zei ze, hoe is dat nou mogelijk? En toen zei ik, ja, als een reactie. Ik zei, ja, ik kan me best voorstellen, wij waren ook doodsbang van hem. En toen werd er gelachen. En toen zei ik, jullie lachen nou om iets wat eigenlijk is om te huilen. Want dat kan je grootste vriend zijn. En als je dan doodsbang bent, dat is toch verschrikkelijk voor een kind. Hè? Als je doodsbang bent van je vader. Dat waren we echt. We durfden niet luid op te praten als hij in de buurt was. Zo bang waren we van mijn vader. Daarom stelde ik mijn moeder de vraag, waarom heeft u nou die man gekozen? Mijn moeder, die zo'n mooi, intelligent meisje was, zegt, ja jongens, dat zul je misschien later nog wel eens ontdekken. Het is net of het dan moet, of dat jouw weg is, dat het een taak is in je leven. En dat heb ik ook later goed begrepen. Want zij met haar zachtheid en haar goedheid en haar zo grote liefde, ze heeft hem overwonnen. En dat is toch ook iets geweldigs, hè? In een leven. Nou, ja, dat, als je daar aan die herinneringen komt, dan grijpt me dat altijd aan. Want dat heeft zoveel gedaan in mijn leven. Het heeft me ook geknoeid. Ik denk dat ik daarom zo'n schuchter jongetje was. Met angsten in me die een ander kind niet had. Dat is een van de invloeden geweest. En je vader, dat kan je grootste vriend zijn. En dan sta je zo sterk in het leven als kind zijnde. En dat had ik niet. Dat miste ik. Zo, de dieren moeten ook drinken. Wij willen ook drinken en de dieren hebben het ook nodig. U ziet er een klein beetje uit, ook als een geestelijke, hè? Ergens heb ik dat altijd al in me gehad. Ik ben in een vorig leven ben ik tot priester gewijd. En dat al draag ik nu geen gewijd kostuum. Maar ergens heb ik iets in me wat graag waardevolle dingen aan de mensen geeft waar ze iets aan hebben. Als er meer mensen zo zouden denken, zou de wereld er toch wat aangenamer uitzien. Ja, ergens hoop ik dat de mensen een klein gedeelte daarvan hebben. Dat ze van hun overdaad ook al, als je het toch hoort, hè, dat als er maar 1% van de wereldbewapening gegeven wordt, dan is alle honger de wereld uit. 1% van de totale wereldbewapening die er is, die is nodig om alle mensen te eten te geven. Onbegrijpelijk dat dat niet gebeurt. Dat vind ik heel erg treurig. Hoe komt het, denkt u, dat het niet gebeurt? Dat is een gebrek aan, denk ik, aan begrijpen dat dit leven hier maar alleen maar een leerschool is. En die hebben het gevoel dat ze hier voor altijd zijn. Dat ze heersers zijn over de aarde. En dat om zoveel mogelijk bezit en macht te hebben, dat is het doel in hun leven. En het is ook een wonderlijk gegeven als je dat dus aan de mensen vertelt. Dat het ze te denken geeft dat er meer is dan de aarde. En dat er ook nog een geestelijk leven is en een verband is en een bedoeling achter zit. U bedoelt dat verleden, heden en toekomst
met elkaar verbonden is, ja, altijd. Ja, dat is in wezen één. Tijd bestaat niet, heeft Einstein ons geleerd, hè? Tijd bestaat niet. Het heden en het verleden en de toekomst is eigenlijk één. Op het strand van Curaçao liggen de eerste stappen van kunstenares Marianne Nadeboud. Daar leerden ze lopen, praten en vooral kijken. Haar ouders namen haar mee naar verre, exotische oorden. Door haar internationale achtergrond, maar vooral door het plotseling overlijden van haar zus, besloot Marianne voorgoed op reis te gaan. Als een moderne nomade woonde en werkte ze in vele landen. Inmiddels heeft Marianne Nadeboud zoveel succes met haar kleurrijke schilderijen dat ze in Florida en ook in Breda een eigen galerie heeft. Maar haar hart ligt toch voor een groot deel op Curaçao. Mijn leven is een explosie van kleur. Niet alleen op het doek, maar ook in je leven zelf. Ja, in mijn omgeving. Iets wat uitgezocht wordt, of het nu een auto is of een melkbekertje, of dat moet allemaal kloppen. Dat moet allemaal in dat skelet van kleuren zitten. Heb je een andere kijk gekregen op kleuren? Doordat je zoveel op reis bent. Hè? Je reist door Zuid-Amerika, Afrika, Amerika. Ik denk dat het heel vaak is dat de kleurcombinaties, hoe je kleuren tegen elkaar zet. Je kunt felle kleuren gebruiken en die tegen elkaar zetten. En dan wordt het bijna te hard. Het komt te veel op je af. En je kunt ook diezelfde kleur een andere combinatie gebruiken. En dan komt het wel bij je binnen. Maar het is ook weer persoonlijk. Want wat ik dan weer mooi vind, dat is voor een ander weer te fel. Het is zo persoonlijk. En je zegt het moet bij je binnenkomen. Ja, gelijk recht je hart in. Het is een verliefdheid. Patch, boom. Mooi. 20 schilderijen zien. Bam, dat vind ik mooi. Het kunnen allemaal verschillende kunstenaars zijn. En er is dan iets, één iets. En waarom weet je niet. Maar dat is hem. Net als met een man, dat is hem. Ja, echt. Of wist je dat ook altijd meteen? Van dat is een goeie? Nee. Dat dacht ik wel, maar ja. Dat is niet altijd zo. Nee, door de liefde gebeurt er veel. Waarvan je denkt, dat is goed. Maar dan had je toch meer moeten voelen. Of het goed was. Je hebt te veel met je verstand gekozen vroeger. Ik denk dat je door de mate dat je ouder wordt wel bewust probeert intuïtief te voelen. Ook je intuïtie na te gaan. En je denkt wel eens als je wat jonger bent, zeker. Je ziet dingen om je heen gebeuren, dus dat moet voor jou dan ook. Dat is misschien dan ook de tijd. Zoals mensen, huisje, boompje, beestje, is prachtig. En dan denk je, ja, dat hoort eigenlijk zo. Zo zijn mensen voor elkaar gemaakt. Maar ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn. En dan kan je wel eens denken, zo moet het zijn, maar je gevoel is daar toch nog niet mee klaar. Mm-hmm. En dat dacht je wel toen je jong was, huisje, boompje, beestje? Nee, dat was nooit bij mij opgekomen. Nooit. Ik dacht wel, huisje. Heel veel plekjes, heel veel huisjes. Omdat je overal kan wonen. De wereld is zo groot. Je hebt heel veel gereisd. Je hebt op Curaçao gewoond, hier. Ja? Jaren, je jeugd heb je er doorgebracht. Maar daarna ben je ook geweest in Damascus, Beirut, Afrika, overal. Waarom altijd maar op reis? Dat was wel heel duidelijk mijn gevoel. Dat was zeker, dat wilde ik. Alleen is het heel moeilijk in het leven waarin we leven, om als je weet wat je graag zou willen doen, om dat ook waar te maken. Daar komen ineens heel veel omstandigheden bij kijken. Je kunt niet altijd doen wat je wil. Dat kan niet. Daar zijn consequenties aan verbonden. En je kunt jarenlang denken, dat ga ik doen. Eens ga ik die reis maken. En ik denk dat er iets in je leven moet zijn, moet gebeuren waarvoor je gaat. Dat je denkt, nu doe ik het, want anders komt het dus nooit. En wat was dat bij jou? De ommekeer kwam dat ik echt besloot om het allemaal waar te maken. Was mijn zus overleed. Zomaar. Net 31 jaar, weg. En toen dacht ik,
Als het leven dus zo in elkaar zit, dat ik er vandaag zit en morgen weg ben, dan zijn die consequenties en dan zijn er geen problemen. Dan ga je dus gewoon, want dan moet ik het wel nu doen. En dat heb ik gedaan. Het was misschien wel een boodschap die ze gaf. Waar ben je toen naartoe gegaan? En toen ben ik in Oman terechtgekomen. Je bent naar Oman gegaan? Ja. Om les te geven. Om les te geven, het onderwijs. Ja. En ik wil natuurlijk met die kunst wel verder, maar je bent jong, je hebt geen geld. En de enige mogelijkheid om ergens naartoe te gaan is dat je er kunt werken. Maar als je er mag komen werken, dan krijg je ook een verblijfsvergunning. Dus ik had in één slag een werkvergunning en een verblijfsvergunning. En, natuurlijk wel heel, het is wel heel iets anders, hè, Oman. Ja. Arabische wereld. Ja. Gesluierd. Ja. Ja, ik wist ook niet zo snel wat ik ervan moest verwachten. Maar Oman is een sprookje. Oman is heel mooi. Oman is het land waar het verhaal van de 1001 nacht echt... Ja, het is echt sprookjesachtig. Zoek jij ook dingen op het strand? Soms. Ik was vorig jaar op Aruba. Ja? En het viel mij op dat ik steeds allemaal teenslippertjes zag liggen. Uitgespoeld, helemaal verweerd. Ik ben nu kunstwerk van het maken. Van die teenslippers? Stappen in het zand gaat het heten. En er zitten zelfs slippers bij, misschien van zeemannen die hun slippertje verloren zijn. Waarvan het rubbertje waar je teen en dan de onderkant zie je het ronde rubbertje. Ja. En dat is verweerd. En daar hebben ze met een touwtje omheen en een stokje de slipper nog bruikbaar gemaakt. En alsnog is die dus waarschijnlijk overboord gegaan. En ik heb hem aangespoeld gevonden met heel veel andere, hele vergane slippertjes. En daar maak je een kunstwerk van? Ja. En dat beschilder je? Dat wil ik niet beschilderen, nee. Dit keer niet. En dat wil ik noemen stappen in het zand. Want iedereen laat in de wereld zijn voetstappen achter. En deze slippertjes hebben allemaal hun eigen verhalen. Dat zal ik nooit weten. Maar ik heb ze wel bij elkaar gepakt. Je geeft je schilderijen soms een titel mee. Altijd. Waarom doe je dat? Het is een stukje uit mijn leven. Het is een geschilderd beeld. Het is eigenlijk mijn dagboek. En elk schilderij is een dag uit dat boek. Ja. Een titel. One More Reason. Dat is er altijd. Welk schilderij hoort daarbij? Dat is dit schilderij. One More Reason. Er staan heel veel beelden in afgebeeld. De vogel die vliegt dwars door alles heen. Neem deze mee, laat die kijken. Een halve slang met vleugels. Maar One More Reason, er is altijd weer een reden om verder te gaan. Altijd weer om mensen te ontmoeten, om dingen te zien, om uit te zoeken waarom iets zo in elkaar zit. Een reden altijd zoeken waarom iets gebeurt. Denk je hier vaak huizen die je tegenkomt? Zoals dit? Nee, eigenlijk nooit iets wat ik echt gezien heb en bewust nateken. En je laat je inspireren door wat je tegenkomt? Ja, de dingetjes die je onthoudt of die je nog even bijstaan. En ik heb hier wat andere kasteeltjes gemaakt. Het zijn huisjes, kasteeltjes, maar daar kan je eigenlijk zoiets weer in verwerken. Maar ik weet nog niet wat ik daarmee moet gaan doen. Maar zo gaat het altijd. Dit zijn de oude landhuizen, hè? Althans, dit is één van de oude landhuizen. Ja. Mooi, hè? Ja. Worden gebruikt voor feesten, partijen, bruiloften vooral. Ja, heerlijk. Heb je ook een bruiloft gehad in zo'n mooi huis? Nee. Nee, ik heb natuurlijk twee bruiloften gehad. Je hebt twee bruiloften gehad? Ja, twee huwelijken in een zeer korte tijd. Ja. Op een zeer late leeftijd getrouwd, want ik dacht dat ik het wel wist. Zeer laat? 35 toen ik de eerste keer trouwde. En voor de eerste keer dus ging samenwonen. Ja, ik denk dat het wel laat is. Ja. En waar was dat huwelijk?
Dat eerste, de bruiloft? Dat eerste was in Damascus, maar dat tweede was in Las Vegas. Las Vegas? Ja. Lijkt me een buitengewoon onplezierige plek om te trouwen. Nee, het gaat wel snel. Je kunt een hoek van de straat uitkiezen of je kunt een ander gek plekje uitkiezen. Hoe hebben jullie het gedaan? Wij hebben een limo, zo'n stretch limo gehuurd en naar een drive-thru. Je trouwt in de auto dan? Ja, dan trouwt. Net zoals je een, de dominee komt in de auto bij je. Ja. Je lijkt me zo'n romantische vrouw. Ja. En dan ga je trouwen in een auto in Las Vegas. Ja. Dat heeft toch niets te maken met romantiek? Ja, of wel? Ik vond het heel romantisch. Ja, ja. Ja, ik heb wel iets met auto's. Je schildert ook veel vogels. Vissen. Vissen ook? Ja. Je zoekt niet naar een thema, maar je merkt op een gegeven moment na heel veel schilderen. Je begint ergens en op een gegeven moment denk je, waar gaat dat nou naartoe? En dat doe je omdat je dat zo ervaart, dat voel je zo. En op een gegeven moment dacht ik, het fijnste plekje voor mij op aarde, als ik puur over mezelf en waar ik me prettig voel, is dat plekje zoals hier beneden. Met mijn voeten in het zand, met mijn gezicht over die oceaan en dan de horizon en de lucht. En dat is voor mij een circle of life. Kun je dat gevoel nog herinneren van je voeten in het zand toen je hier als klein meisje rondliep? Mijn ouders zeiden, je kon eerder zwemmen dan lopen. Maar ik heb hier inderdaad leren lopen, leren zwemmen, leren kijken, leren praten, leren observeren. Buiten het kijken alleen ook echt iets proberen op te nemen. Onbewust allemaal, als kind. Maar je neemt het wel mee. Werd je gestimuleerd door je ouders om extra te kijken of extra te voelen? Ja. Zelf. Kijk zelf maar. Als ik iets vroeg, dan was het kijk maar. Dan zie je het wel. Het antwoord ligt er. Maar dat zijn supermensen. Ja? Ja. Ja. Ik denk, van alle kleur die ik nu schilder, hebben zij mij het palet aangeboden. Ze hebben vanaf het begin af aan kleur in je leven gebracht. Geen stress als ik onder de verf zat met een simpel waterdoosje waarvan ik nog niet wist of dat blijvend zou zijn qua vlekken. Dat mijn vader al zei van rustig maar, we smeren het op de muur, verf is niet vuil. Heel relaxed, maar altijd maar, doe maar, ga maar. Ja, heel erg creatief gestimuleerd. Weten ze dat ook, dat je zo over hen denkt? Ja, zeker. Dat spreek je uit? Ja, nu kan het tenminste nog. Ja, dat vroeger misschien niet. Maar als je lekker in je velletje komt te zitten. Dit velletje is mijn huis waarin ik woon. Daarom kan ik overal wonen. Dat huis, die steen is niet zo belangrijk. Dit velletje wat daarin zit, dat is mijn huis. En als je ouder wordt, dan ga je beseffen hoe fijn dat is dat je je ouders hebt. En dat je dat zeker uit moet spreken. Ben je positief ingesteld? Probeer ik wel. Ik kan in buien natuurlijk ook wel heel... Ja, denk ik van nou, dat wordt niks of dat kan ik niet. Maar ik probeer wel dat gevoel snel te onderdrukken. Want dan denk ik, jemig, ik ben er vandaag en ik ben er nog steeds. Laat ik nou niet zeuren over iets wat niet echt belangrijk is. Heeft dat ook te maken met het overlijden van je zusje? Ja, je wordt natuurlijk enorm op de dag, op het moment geconfronteerd. Mm. Er is niet zoveel tijd. Tijd is de grootste vijand. Ervaar je dat zo? De tijd jouw grootste pijn is? Seconde. Dat, ja? Gaat, dat blijft alleen maar achter ons liggen. Ja, maar. Het is mooi omdat we het mogen leven en hopelijk ook heel oud mogen worden. En maar waarom zou je je laten opjagen door de tijd? Geen dingen die ik graag wil doen laten liggen. Vandaag al mee beginnen. Des te meer plezier haal je daar ook uit. Ik zie heel veel dingen in, maar voor de ander hoop ik dat het overkomt als iets heel positiefs. Van yes, het staat er, het is aanwezig. En dan hoop ik dat mensen het gevoel hebben van kleur, dat ze die kracht aankunnen om daarnaar te kijken. Want ze moeten de kracht aankunnen zelfs. Ja, want kleur bezit veel energie. En als je daarmee geconfronteerd wordt,
kun je er iets mee doen. Of je kunt er aan voorbij gaan. Maar dit is voor veel mensen heel krachtig. Maar er zijn weer andere mensen die zeggen wauw. En die zweven dan al echt een beetje van gelukzaligheid. Word je ook blij van je eigen schilderij? Ja. Ik word er heel blij van. En er zijn wel eens mensen die zeggen, nou, ik vind het helemaal niks. En dan zeg ik, ja. Ik begrijp die mensen dan niet zo goed. Want hun gevoel leven is dan zo anders dan het mijne. Maar mensen zijn wel zo hard dat ze ook durven zeggen van, ik vind helemaal niks. Ja, leuk, hè? Jij lacht er zo lief bij. Ja, dat vind ik fijn. Laat staan dat iedereen het mooi vindt. Dan is het massa. Dan is het niet goed. Nee. Nee, mensen moeten juist enorm aangetrokken worden. Het zien en verliefd zijn. Of niet. En daartussenin moet niks zijn. Nee. Niet met mijn werk. Denk je dat je heel beroemd gaat worden? Ja, beroemd. Wat is beroemd? Beroemd in de vorm van iedereen kent je werk? Daar sta ik niet bij stil. Nee, dan had ik het ook op een andere manier moeten benaderen. Dan ga je over succes praten. Maar voor mij, en dat zal altijd zo blijven, succes mag nooit een bestemming zijn. Succes is voor mij die reis. En die reis is het allermooiste. En als het een bestemming is geworden, dan is het over. Dus succes, beroemd, dat is mooi zolang het voor mij die reis blijft. Maar geen eindbestemming. Dit is toch een circle of life? Dit is toch alles wat we nodig hebben? De aarde geeft ons alles. De water, de zeeën en de lucht. Eigenlijk is dit meer dan voldoende als therapie. Denk ik wel. Voeten in het zand. Schilderen in het zand onder je voeten. Zo zou het kunnen zijn. Ja, hier kun je wel oud worden. Hier? Deze. Hier overleef je de wereld. Ja.